maakt helemaal niks van uit. Er wordt hier heel zachtjes gegrind op de achtergrond echt over. Dus dan kan ik lachen. We zijn bij Reneka. Earthquake! We zijn bij Reneka, Celestial Storm, Boosterbox. Jullie zagen hem al aankomen. Hey, we hebben een pre-release gehad. Natuurlijk gaan we nou een hele Boosterbox om. Alleen ga ik hem wel deze keer anders doen. Deze video, geen drie-parter. Gewoon één video, 36 pakjes. Let's go, Eevee. Ja, ik ga ondertussen voor jullie hier heel erg gezellig deze doos op. Maar ik had dat toen, we waren toen bezig en met de randomizer. Trouwens, ik heb dat helemaal nog niet gezegd in deze intro. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Renekaart. Echt serieus, want anders, dan, het klopt niet anders. En dat moet wel gezegd worden. Maar goed, ik was met een livestream bezig en dat was van de Pokémon, niet van de Pokémon, van Legend of Zelda randomizer toevallig. En met die randomizer, was echt hartstikke leuk, wouden ze dus dolgraag weer de nieuwe plusjes zien die ik dus had gekregen. En gekocht. En weer in de studio had en al die dingen. En echt op het moment... Wat? Juist. En op het moment... We zitten live in de winkel, jongens, niet vergeten. En op het moment dus dat ik inderdaad die plusjes in beeld kwam, toen kwam er inderdaad heel erg leuk op de chat in één keer echt al die... reference die ik dus altijd eigenlijk doe. Maar goed, ik leut er gewoon ondertussen door. We gaan gewoon beginnen. 36 pakjes, het wordt een hele lange take. Misschien moet ik er ook niks voor knippen, weet je wel. Misschien moet ik gewoon zoiets hebben van, weet je wat we doen? Gewoon, geen geknip. Alles wat fout gaat, zien jullie. Waarom ook niet? Gewoon één video. Even kijken. Oké, dit is gewoon omdraaien en flop. Zo. Hartstikke leuk. Waarom ook niet? Eerste pakje, gaan gelijk beginnen met groen energie. Met een groen energie mag ook. We beginnen met de Sky Pillar, een Dunsparce. Serieus. Zijn dat ogen? Kan dat vliegen? Zijn dat vleugeltjes? Ik weet het nog steeds niet. Dunsparce, ik hoop echt in de volgende set dat hij dan echt een evolutie gaat krijgen. Dat mag ondertussen. Tetalissa, Seedot, Gulpin, Seedot. Wait, what? Dat gebeurt hier echt vaak in deze set. Echt dat deuntje, dat blijft maar terugkomen. Ugh, creepy. Beldum. Shuppet. Larvitar Reverse Holo. En we beginnen gelijk met een... niet zo'n Medicham GX. Want die is geen GX. Het is gewoon een Medicham. Dat is niet zo lust aan. Het is jammer. Het is allemaal jouw schuld. Ja. Hoe heet je eigenlijk? Mitchell. Hi Mitchell. Hoi. Oh, nog een Mitchell. Dubbele Mitchell. Mitchell Stereo. Dus ik heb ondertussen ook weer onze degene die mij hele boze blikken geeft, namelijk Meertje, die geeft mij hele boze blikken als ik geen card support doe. Hand! Ja. En wat in livestreams ook in één keer heel erg populair is, de stoel. Ik zeg eerst, waarom is er nog geen rotom stoel ondertussen? Dat je op de stoel kan zitten. Omdat liever de grasmaaier. Nee, ja, ik weet dat je liever de grasmaaier en die andere set geven. Volgens mij zat er wel een bonusbox. Nee, gooit gewoon niet op de grond. Het is toch nog een meeste winkel. Het is geen zapzijgevuur. We moeten toch zelf opruimen. Dat is eigenlijk het grappige. Waterenergie, Minior, Combusken, Lysia, Larvitar. Alweer? Nee, oké, gelukkig. Wilmer, Bellsprout. Serieus, zit Bellfout hierin? Waarom zit hier een Bellfout in? Chinchou, Meditite, had er een Eevee in kunnen zitten. Maar serieus, we hebben een Lurbal. Dat is ook altijd hartstikke leuk. Een Lurbal, ik heb een Lurbal. Wat leuk, we hebben een Lurbal. En een Manetrek. Hoera. Ah, mijn netwerk kan op zich best wel goed zijn. Ik heb al wat themadecks ervan gezien. Dus dat is een beetje de... Kijk eens aan, handje komt daar al gelijk zo van. Kijk eens, kom hier met de bulk. Gelijk support, heerlijk gewoon. Nee, dat was inderdaad wel heel erg leuk met die Rotom en noem het maar op. Maar op zich kunnen hier dus ook hele leuke dingen in zitten. Alleen ik weet niet precies wat hier nou precies nog voor leuke dingen in kan zitten. Ik heb met de pre-release wel heel veel geluk gehad met Alolan Raticate en met een Full Art Blaziken. Dus dat zekers. Dus, Oricorio, waarom zit hij er toch weer in? Waarom zit hij er toch weer in? Copycat, ook heel erg leuk. Kan heel gemeen zijn. Chinchou, Gulpin. Flippen we gelijk om, waarom ook niet. Kenya! Hij is weer terug, hoor. Torchic, Shuppet. Reverse Holo, Illuminati. En de Swampert. René, dit pakje begint niet goed. Het was René's idee trouwens om dit gewoon in één take te doen. Gewoon in één keer, poef! En jij zegt dat? Ja,
natuurlijk, moet iemand de schuld geven. Op zich vind ik het helemaal niet erg. Dus hij had een heel mooi poppetje op anime-con had hij ook gekregen van Anne. Vond ik ook zo leuk dat hij dat had gekregen, weet je wel. Hartstikke leuk. Dus, maar goed. Het is ondertussen tijd voor onze eerste Jax. Mogen we hem hebben? We hebben Psychic Energy, Espeon die is met ons. Minior, Volbeat, Pelipper, Vanpy, Wingull, Trico, Voltorb, Sneasel, gezondheid, Trico Reversed Hollow. Serieus, waar is dit? Wat is deze? René, ik heb jouw magische hand even nodig. Houd het pakje even. Voel aan het pakje. Is dat een goed pakje? Nee. Nee, is geen goed pakje. Oké, dit is geen goed pakje. Gooi hem gewoon aan de kant. Hoppakee, pak een ander pakje. Heel simpel, waarom ook niet? Hallo, gezellig. Hij heeft wel zijn shirt aan. Hij heeft wel zijn shirt aan. Jullie zien dat niet, jullie zien alleen handen. Ze zien alleen handen. Dus. Kijk. Shirt. Kijk een shirt, zagen jullie het zo? Hey, censureren man, hallo hey! Gaat toch geen shirt? Nou. Welk heb je nog een Rotom shirt? Nou, je hebt een gasmaaier en je hebt ook een. We zijn nou op hoop aan de stoel. Zo. Zo. Hoeveel pakken zijn we al geopend? 4? 5? Ik weet het niet meer. Ging niet goed, we hebben stalen energie. We hebben een. Corbius, Sableye, The Mask Royal. Ik serieus, creepy vent. Het is gewoon Professor Kukai. Spoilers! Electrike, Surskit, Onyx, Glampearl, Lotad, Reverse Holo Cartana. Een Ultra Beast ook nog eens een keertje. Yay! Jullie weten mijn standards over Ultra Beast. Ik ben er niet zo'n fan van. Salamence! Omdat ik al vind dat we al genoeg Legendaries en al die andere dingen hebben. Maar we hebben onze eerste Holo Rare. Dat is goed. Dacht ik zo. En volgens René is het nou de bedoeling dat wij dus ook nog eens een keertje de Hyper Rare Rayquake gaan proberen te vinden. Waarom weet ik niet. En waarom heb ik mijn pet nog steeds op? Ik bedoel serieus. Het is handenwerk. Misschien moeten we mijn handenpetjes hebben. Ja, dat is de losse bulk. Ik weet het ook niet. Leg het uit. Vertel. Kom op. Zo slecht met geld. Ik wil gewoon alles aanraken. Ja. Very energy, not sleep. Een tv-reporter. Kijk, serieus, komt op tv. Weet die dunspars? Een love disc, een spinnerack, een torchick. Ik vind het wel leuk hoe dat dit eigenlijk een beetje gebaseerd is op de derde generatie. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, het is echt allemaal weer gewoon weer terug naar... Oké, zonder Leo, die zit erin. Reverse Holo. Ah, oké, we hebben ons eerste GX. Een... Nou... Ik zit eerder te denken aan Storage Wars als ik dit eigenlijk zo zie, maar 50, 75, 100. Sold! Ja, ondertussen. René is creepy. René, heb jij een creepy basement? Hij denkt dat jij een creepy basement hebt. Ja, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Wat is zijn naam eigenlijk? Ja, die is ik had sliepjes waar liggen die? Die liggen toch weer hier. Hé, wat? Welke maat ik heb? Knip hier al eventjes. XXL. Ja. Goed, we hebben dus... En ik heb dus een heel erg leuk shirt van... Ik laat het gewoon eventjes zo zien. Dus gewoon lachen zo. Zo kijken. Van, even een merch shirt, weet je wel. Zo van... René Koorts Crew. Oftewel, ik moet waarschijnlijk een keertje mee gaan doen met tournaments of zoiets als judge of zo. Ik weet niet. Gaan we wel proef? Ik word hier alleen in die maat. Mijn maat is speciaal. De officiële Stevie maat. Ik heb liever een crew shirt. En niet zo kruw, hè? Ik hoop in ieder geval dat we voor een dubbelpool, of ja, trippelpool, want Holo Rare die valt er eigenlijk ook onder, dus we gaan voor de trippel, met Water Energy, Kecleon, TV-reporter, Liveherb, eigenlijk best wel een leuke kaart, Wilmer, Belfout, Chincho, Meditite, Spoink, Reverse Holo Bagon.
Ik weet dat onze ex hier heel blij mee is met Wailord. Ik weet nog steeds niet waarom. Ik zeg eerst met de pre-release. Ik snap hem nog steeds niet. Waarom met de pre-release? Waarom was het zo boeiend? Waarom was het zo belangrijk dat Wailord in mijn deck zou zitten? Wailord heeft mij de nek... Echt, daarom was ik van alle losers de beste. Ik was de beste loser. Dat is een achievement. Ik heb heel veel van die achievements gehad. Goed zo. Denk ik. Ik heb hier nog echt die training, die werkt niet meer. Bij die oude pakjes werkte die training goed, van hoe maak je nou pakjes open. Tegenwoordig, het werkt niet meer, je doet het niet meer, je wordt er niet vrolijk van. 1, 2, 3, 4, hoppakee. We draaien gewoon de boel om. Darkness Energy, Lure Ball, Rainbow Energy. Ik vind deze best wel mooi eigenlijk, hoe dat deze erbij is gekomen, echt. Ik bedoel, die andere Rainbow Energy die ziet er ook wel mooi uit, maar deze ziet er echt heel mooi uit, omdat je zo'n rainbow... Hartstikke leuk. Corbis, Onyx, Sneasel, gezondheid, Beltoy, Bagon, Torchic. Reversed Holo Meditite. En een Holo Rare Ludicolo. Waarom moet ik nou gelijk denken aan Mirror B? En waarom speelt in één keer de editor al gelijk dat deuntje van Mirror B? En waarom zeg ik dit, waardoor dat ik mijn toekomstige ik, de editor, extra editwerk geef? En waarom praat ik over mijn editor als in derde persoon? En waarom ben ik nog steeds niet bezig met het volgende pakje? En waarom heb ik zoveel vragen? Waarom is iedereen zo stil? Ben ik hier alleen? Is this the real life? Oh, is this just fantasy? I caught in a landslide. There's no escape. Okay, never mind. Nee, die pakjes zijn gemeen. Nee, die heeft weer superlijm gebruikt. Rotom superlijm. Waar blijft die voice over? Kom niet. Moet wel een leuk ding blijven natuurlijk, hè. Dit is zo af en toe een keertje tot ik hem er zo doorheen gooi. Zo van, hey, wij hebben lightning energie, Vigoroth, The Fisherman, The Pupitar, Keknia, Mudkip, Slugma, Beldum, Larvitar, Weepinbell. Ik zeg je, als je deze kaart reversed holo pult, dan ben je aan het weepen, want hij is sad. Ik bedoel serieus, dit is een Weepinbell, wat verwacht je nou? Doe kom op, die evolueert een boeit me niet. Jullie kennen boeit me niet, ik ken boeit me niet, het boeit me niet. Net zoals een Sceptile. Die is eigenlijk best wel gaaf, maar Groval die had een hele belangrijke rol in Explorers of Sky. En deze is nog niet eens holo rare. Zomaar. Zijn we al op de helft? Nee. Wordt een lang videootje dit. Kan ook een keer leuk zijn. 42. Bingo! Ik weet niet, we gaan nou even genieten van de ondertussen op de achtergrondgeluid. Hartstikke leuk, kijk even gezellig naar de kaartjes mee. Waarom is iedereen nou stil? Ik wil achtergrondgeluid. Iemand raakt zijn gezicht. Ja, achtergrondgeluid. Kling, klang, klong, low-tet, reversed, hollow, Beldum, cargo. Het is een slak. Lala-die-ee. Het is een slak. Hola, die. Misschien moet je gewoon stiekem zo je hand in beeld hebben, want dan is het zo dom. Zo, ja, hier zo. Gewoon hier zo boven of zo. Even. Ja, dat mag ook. Oh, really? Ik zet gewoon mijn nagels tussen. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel leuk om hier weer lekker live te kunnen unboxen, zo hier midden in de winkel zelf. Het is echt altijd hartstikke gezellig. Alleen ik heb nog steeds mijn gasmaaier niet terug. De Rotom gasmaaier. Dat is belangrijk. Shelgon. Een Beast Ball. Een Rainbow Brush. Slugma. Larvitar. Whismur. Belfout. Wilmer. Reversed Holo Ludicolo. En een Holo Rare. Alweer een Holo Rare. Ariados. Ik herinner me dat Ariados nog heel erg populair was in... dat hij dan de ability had tot hij... Ah, hand! Dankjewel. Neem zo maar de kaart mee, zak je daar. Maar dan had je een Ariados en die had dan de ability dat hij dan alle Pokémon, allebei de actieve Pokémon, als het geen grastype was, zou poisonen. Die was heel populair. René, ken je die tijd nog? Van die Ariados? Dat hij lekker alles kon poisonen? Dat hij gewoon op de bench lag en hé, hey, ja, ik gebruik zo'n ability, poof, poison. Nee? 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 Oh. Dat is jammer. Was vroeger een heel leuk deck setup. In ieder geval, waar ik minder blij om ben... Nou ja, eigenlijk, het is fijn om te hebben de Holo Rares natuurlijk, maar... Ja, ik bedoel, we hebben er al vier en we hebben één GX. Hebben we er vier of hebben we er drie? Drie. We hebben er drie. Nog meer, nog erger.
Fire Energy, Energy Switch, Rainbow Brush, Apricot Maker, Shuppet, Mudkip, Torchic, Whismur, Cacnea, Reverse Holo, Tate en Lisa. Doe me een beetje denken deze aan Giovanni. Die had namelijk ook twee opties. Kijk, hij luistert naar me. Wat hebben we? Een Shiftry GX. Ik denk dat deze ook al eigenlijk best wel gewild is. Omdat er al een deck voor gemaakt wordt. Zeker heel erg mooi. Ik doe deze even heel erg snel eventjes. Mooi gelijk een sleeve hier eromheen. Even gelijk sleeven. Hartstikke handig. Niet te vergeten. Ondersteboven. Opening moet aan de onderkant zitten. Heeft René mij geleerd. Ik wil shift 3, even kijken. Perplex, your opponent active Pokémon is now confused. If you have the same number of cards in your hand as your opponent is attacked, that's 90 more damage. Dan doet hij 180. Is een beetje wat je vroeger had met, hoe heet die ook alweer? En hoe heet die ook alweer? Die Janma ofzo. Maar dan vraag ik mij af, ik had hier nog een ander. Oh, die heb je apart, oké. Okay. Hij zit wel een beetje lastig. Een beetje lastig. Ah, de keuze. Zoveel VS-seekers. Ja, ik gebruik. Vergeet niet, jongens. VS-seekers, het is ondertussen. Hoe heet dat? Het zit niet meer in Standard. Heel jammer. Maar. Ik speel er ook nog steeds mee. Ik bedoel, je kunt nog altijd op Expanded. Kun je er dan altijd nog mee spelen. Dus. Mijn deck is ook Expanded. I don't care. Masquerain. How is met jou? Underground Expedition, Shuppet, Mudkip, Alolan Rattata, Slackard. Ik serieus, die Slackard jongens, hebben jullie dit gezien? Ik serieus, serieus. Ik bedoel, dat doe je gewoon niet, nee. En oh, hallo Latias Prism Card. Hello, how are you? Ja, Latias Prism. Wat nee, wil je de Latios? Ja, ik weet dat jij de Hyper Rare Rayquaza GX... Doe mijn best. Latias is ook heel erg handig. Hiermee kun je namelijk een Basic Energy Card voor elke de... hoe heet dat? Attach a Basic Energy Card from your discard pile to each of your Basic Bench Dragon Pokémon. Is heel erg leuk als je bijvoorbeeld weer een kaartje ontdekken wil maken. Maar dan de Dragon Type variant daarvan ofzo, weet ik veel. Het is in ieder geval een hele mooie kaart. En een Holo Rare Ultra Beast er nog eens een keer onder. Wauw. Celestila. Een Ultra Beast. Houd daar maar op. Het is gewoon een Ultra Beast. Het is gewoon. Nee. Ja? Kan ik een van jou. Nee! Pokémon Deck. Nee, Steven. Er is een groot fan van jou. Ik heb hem in contact staan. Ja? Paul. Oh. Hij is een fan van jou. Oh, nou, Paul, als je deze video aan het kijken bent. Hallo! Hallo! Ik doe eventjes gewoon even zo zwaaien. Goed, nou in ieder geval, we hebben hier al onze drie kaarten zitten. Komt in één keer de magische hand weer. Het is gewoon een robot ondertussen hier zo hoor. Ja, echt serieus, ik heb er daar sound effects bij gooien, waarom ook niet? Zo'n... Nog meer aan het werk. Nee, dat doe ik gewoon live. Dat is leuk, echt serieus, die pakjes willen voor mij niet werken weer vandaag. Nagel weer overgooien, ik kan geen nagels meer over. Allemaal de schuld van René Karts. Waarom ook niet? 1, 2, 3, 4. Staalenergie. Oricorio. Trophius. Hiker. Sneasel. Seedot. Gulpin. Seedot. Wat? Dit is de tweede keer. 2 times in a row, man. 2 times in a row. Reverse Holo Pupitar. En weer een benet, dat is jammer. Oké, we gaan gelijk door, Even snelheid erin gooien. Hoppakee, gewoon gelijk, Dat pak je nou een beetje snel open. Hoppakee, gewoon snel, grof, agressievius. Ja. Als één ding heel erg leuk is om bij René Karts, daar wil ik eigenlijk ook een keertje aan meedoen. Dat is de Mystery Theme Deck Tournament. Dan krijg je gewoon een themadeck, maar je weet niet welk themadeck dat je hebt. En daarin moet je dan een tournament doen en daarmee moet je dan maar winnen. Het lijkt me hartstikke leuk om een keertje aan mee te doen. Dus ik weet niet precies wanneer dat die thema dekt, maar René Karts is ook natuurlijk te vinden op Facebook. Ik zal in deze video ook eventjes René Karts Facebook link gelijk plaatsen. Want daarin kun je natuurlijk alle updates vinden van evenementen die hier natuurlijk ook gehouden worden qua tournaments en zo. Dus altijd hartstikke leuk. Behalve dat we nou weer een gewoon regular rare te pakken hebben gekregen. En nee, zag je net? Je moet opletten, Hartstikke. Zie je? Het is gewoon een robot. Daar is het gewoon in één keer een stokje dat er in één keer aankomt. Weet je wel? Gewoon een stokje vasthouden. Zo. Vliegen met.
daar is de vliegenmapper. Weet ik niet, daar hebben ze nog geen Pokémon van gemaakt. De vliegenmapper Pokémon! Ja, het zou wel cool zijn. Ik ben er klaar voor. Nee. Oh. Ik ben er klaar voor! Lantern. Lantern is trouwens ook heel erg gaaf. Want Lantern, als je die op de bench hebt en Pokémon wordt uitgeschakeld, hartstikke leuk. Hasselbelt, ook heel erg leuk. Lotad, Wingull, Trico, Voltorb, Reverse Hollow Deoxys. En we hebben weer alleen maar regressen. Is niet goed, dat is niet de bedoeling. Dat willen we niet hebben. Weet je nog dat ene pakje waar René van zei dat het geen goede kaartje was? Ah, die komt er dadelijk aan. Want we hebben dadelijk heel eventjes onze half break. Dat we weer heel eventjes... Een leuk klein in elkaar geflanst videootje neer gaan zetten waarin dat ik jullie vertel waar dat René kaart natuurlijk te vinden is. Voor de mensen die geen beschrijving kunnen vinden. Hier heb je er ook tussen zitten. Ja, telefoon kan nog wel eens een beschrijving lastig te vinden zijn. Tablet heb je soms nog wel eens dat er helemaal geen beschrijving bij zit. Bills Maintains, Cacturne, Lambre. Ik pak gelijk twee kaarten. Mudkip, Torchic, Whismur, Cacnea. Love Disc, Reversed Hollow Shellgun. Oké, serieus. Hyper Rayquaza. Ja. Ja. Als je René blij wil maken, Hyper Rayquaza. Ik moet wel zeggen, we hebben te veel op het moment van de regulares. Dat moet nou ophouden, dat kan gewoon. Beastball heb ik gehoord dat hij ook al erg goed is. Switch, ik vond de andere art vond ik leuk, maar deze ziet er ook op zich best wel leuk uit. Dat is wel heel grappig. Spoink, Electrike, Surskit, Onix, Clamperl, Reverse Hollow Cacnean. Weer een gekke stilte. Dit gaat weer niet goed. En dit is nieuw. Spannend. Dit is dat pakje van René. Waarin René zei dat hier niks in zal zitten. Heeft hij gelijk? Ja, ongelijk is een bul. Ongelijk zal goed zijn eigenlijk. Ongelijk is een bul. Een bult. Een bultje. Iets met een bult. Goed, het is nog niet waard voor het spannende muziekje, want we hebben nog een hele stapel hier liggen ondertussen. Maar goed, fighting energie, last chance potion. Wat is je laatste drankje? Last chance potion, natuurlijk, uiteraard. Een Swalot, Underground Expedition, Trico, volgens mij was dat mijn koffie die ik hier vandaag kreeg, je last chance. Kijk me! Mudkip, Slugma, Beldum, Lambre, Reversed Hollow. Hij loog gewoon. Hello, scissor full art cards. Welcome with your beautiful art. You're shining here in my arms. Ga mee, echt serieus. Goed, hè? Ja. Ik heb hier normaal aan gedaan. Zomaar. Ja. Echt, hè? Wat moet je nou hiermee? Ja, editor, gooi maar hier heel eventjes onze commercial in. Waarom ook niet? Wil je nu zelf ook een keer langskomen om de gezelligheid te ervaren, je deck uit te proberen, een deck te maken of rondkijken naar de geweldige games en collectibles die er te koop zijn? Kom dan gezellig langs bij René Cards. Deze is te vinden op het Fonteinplein 22D in Naaldwijk. Of bestel je producten online op www.renecards.nl. Ja, maar prijskaart. Zeker altijd heel erg leuk als je daar naartoe gaat voor tournaments, zoals ik net al zei voordat we de onderbreking hadden. In ieder geval, we gaan gelijk door met onze pakjes. We hebben er nog 16 te gaan. En we hebben nog steeds niet de kaart die René zocht. Het zou een keertje leuk zijn als we inderdaad in een boostbox vinden de kaart die René zocht. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik herinner me nog de vorige keer toen vroeg hij, was een bepaalde kaart waar hij toen goud hebben. En toen hadden we de gouden skateboard gepoeld. Weet je wel, dat vond ik heel erg snel tussenuit skaten. Hè? Ja, zoiets. Ik kan me tenminste nog zoiets herinneren. Toen zei ik ook van ja, we hebben het goud. Oké, het is niet de gouden kaart die... Ah, wiepingbel. Het is niet de kaart die hij wil hebben, maar het was in ieder geval de kaart... Het was een gouden kaart, dus sowieso mogen we daar niet aan over. Sneasel, een reverse hollow Electrike en een regular...
Hoeveel regelaar? Nou ja, we hebben nog gelukkig de magische kaart van René Karts, de Sizzler. En oh, daar is die hand, natuurlijk. Ik denk nog de hele tijd dat dit een nieuwe part is, maar dit is absoluut dus geen nieuwe part. Dit is nog steeds gewoon dezelfde, want we zouden een keer een boosterbox gewoon. Het is een boosterbox, dat moet je niet in drie parts doen. Een boosterbox, dat moet je gewoon in één keer doen. Er zijn zoveel pakjes, er kan zoveel in zitten. Wat trek je uit een gehele boosterbox? Dat is natuurlijk de vraag. Dus op zich vind ik het helemaal niet verkeerd dat René nou zegt van... Hey, schrijf eens uit met die een hond in. Dat is serieus. Gewoon één video. Gewoon één. En één. Je krijgt er één. Timmy Turner en his apricorn maker. De enigste manier om dat te pakken te krijgen, dat is via veeën. Oh nee, wacht even. Er zitten hier veeën in. En wel fairy type zitten erin. Oh wacht, we hebben een Seedot. Krijgen we nou de andere Seedot ook? Zit hier weer een andere Seedot in? Reversed Hollow. En dan in één keer een Seedot GX. Een Full Art Mr. Mime. Oké, dat is eigenlijk wel een belediging naar Mime toe. Dus dat zullen we maar niet doen. Alsjeblieft, nee, weg met die enge Magic Carp. Weg met die enge Magic Carp. Sorry Mime, sorry. Nee, deze moet nog heel even. Deze hier. Deze moet nog wel. Mr. Mime Full Art. Waarom heet... Wie in de Pokémon community, echt serieus, bij de Pokémon, bedenken ze echt bij hun eigen, van welke Pokémon gaan we nou weer even een GX maken? Eens even kijken, daar is favoriet, ze willen een Suicune, ze willen dat, ze willen dit, ze willen zus, ze willen zo. Mr. Mime, laten we even een GX maken van Mr. Mime. Wie zit daar nou op te wachten, echt serieus, wie wil er nou een Mr. Mime GX? Er zit waarschijnlijk daar echt zo'n Mr. Mime fan van hier tot de beginder en die haat mij nou. Sorry, je bent awesome. Mr. Mime niet. Ik ga het toch eens aan René vragen. Ik vraag het me eigenlijk toch af. Misschien kan ik het even aan de overkant vragen. Echt serieus, van alle Pokémon. Had jij verwacht dat... Ah nee, hi. Komen jullie weer lastigvallen. Hadden jullie verwacht, serieus, dat we van Mr. Mime een GX zouden maken? Mr. Mime, je weet al. Mime. Hi, maak er even een GX van. Waarom ook niet? Plus of les, maar ik doe het mij niks. Vind jij Mr. Mime echt serieus? Moet ja, hij ik checken? Vind Mr. Mime ook gewoon leuk. Zie! Ik vind het leuk als ze Jinx doen, met Nicki Minaj. Weet je wel, die... Ik schuif jou een stukje dichter bij die Mr. Mime groep hoor. Ik wil heel vervelend doen, maar... Nee, Mr. Mime kan niet met Jinx GX, graag zelfs. Altijd al voor kerstmis willen hebben, Jinx GX. Als er nou een Jinx GX uit... Ik weet, serieus, ik heb bewijs. Ik zou hem gewoon extra... Jij mag nou een extra prijs pakken, Jinx GX. Kom nou toch eens. Dat doe je niet. Acrobike. Ik vind het wel grappig weer hoe dat Acrobike inderdaad weer terug is gekomen. Maar ik serieus dan ook nog liever een Magikarp GX hebben. Natuurlijk, Magikarp is awesome, maar een Dunsparce GX voor mij apart. Magikarp is heel erg leuk, want als je gewoon iemand probeert te schenken met een Magikarp grap, dan heb je gewoon een... Waterflesje, gewoon leeg, zo van splash, but it does nothing. Niet helemaal, splash is namelijk heel erg gevaarlijk. Discussie gaan we dadelijk voeren, maar ik zeg eerst, zijn trigo's achter elkaar! En ik ken je! First hollow, oh! Ja, we hebben het, we hebben het. Het heeft wankskus! Hij heeft wankskus! Kijk eens wat ik zie, weet je wel, dat is zo... Weet je dat als op TikTok weet, dan gooi je... Weet je, dat is grappig! Het is wankskus! Echt serieus, Alola Rattata. Raticate, sorry. Oh ja, ze had ook een GX gemaakt van Trump. Ik bedoel, Gumshoe. Eigenlijk fun fact, ik maakte nou wel een Trump-grap, maar fun fact over Gumshoe. Gumshoe moet ik elke keer eigenlijk aan denken, dan denk ik aan die politieagent, weet je wel? Die politieagent van Phoenix Wright. Die heet namelijk ook Gumshoe. Dus elke keer als ik dan denk Gumshoe, hoezo? Die dat is toch die Pokémon met dat toepetje? Nee, dat is dan Gumshoe van Phoenix Wright. Ja, zijn ze gezellig een trading card game aan het doen. En dan komt de hand ondertussen alweer van, geef mij de kaart even! Alsjeblieft, sorry. Tot nu toe hebben we best wel hele mooie pools op het moment. Ik heb geen Pokémon. Ik had Pokémon uit, maar ik was René Karts! Ja, we hoorden René, dan moet het natuurlijk wel. Moet even wel licht hebben. Fairy Energy! Friendball! Rare Candy! Metang! Onix! Bigon! Beltoy! Beldum! Lotad! Copycat! Dit verzin je niet. Ik kan dit gewoon zo blijven. Waarom ook niet? Een Delmice.
Ik vond dat we gingen zo lekker met de res en zo. En dat ging echt zo leuk. En nu hebben we weer een regulare te pakken gekregen. 6 euro. 6 euro. Magic. Magic daarentegen, wat? Magic daarentegen. Ja, nee, dat weet ik. Zie dit, hier, echt, zie dit. Hij gebruikt gewoon superlijm, zien jullie dit? Hier, zien jullie deze shizzle? Hier, voor de lens. Ja. Echt, die zitten daar nou echt achter van, joh, schijn dat toch eens uit, hou nou je mel, man. Oh, dit is leuk. Darkness energie. Copycat, Loudred! Ja, die is gewoon luid, daar kon ik niks aan doen. Dat moest gewoon heel eventjes. Galpin, Kenya! Torchic, Chopit, Reverse Holo Registeel, die nou op dit moment eigenlijk in alle raids is van Pokémon Go. Waar is hij? Ja, dat weet ik. Het is niet degene die we zochten van... We hebben een Hyper Rare! Yay! Ik heb echt een Escape Rope nodig, ik serieus. Blaziken, GX. Don't tell, nee. Geen idee wat het doet, ik ook niet. Dat is mooi, dan gaan we gewoon verder doen, net alsof dat er niks gebeurd is. Jongens, wat wij dadelijk gaan doen is heel erg simpel. We zeggen dadelijk gewoon in één keer weer Hyper Rare. En dan is René weer helemaal blij met een dode mus. Want ja, het is inderdaad een Hyper Rare, maar niet de Hyper Rare die René. Hij wou geen Quakeway. Oké, je hebt natuurlijk niet voor het zeggen, maar... Deze pakjes voor René? Ja, nee, voor René. Heel veel die denken inderdaad dat al deze bakjes inderdaad dat dan mijn eigendom is, omdat ik voor René Kart een box en hem erop en nee, wij hebben andere afspraken daarvoor, maar dat is iets dat is buiten YouTube, weet je wel, dat is niet zo interessant om dat allemaal te weten. Net zoals Don van Fingerot, Nuts, Leaf, Sheep, Dot, Clam, Pearl, Fanfi, Nuts, Fanfi! Oké. Rip headphone users. Reverse Holo Spinwreck. Rip me. I don't care. Katana! Is dat niet die Pokémon die... Nee, want die is daar... Dat is gewoon een... Dat is ook gewoon een basic. Dus... Ja, even wachten. Je neemt ook gelijk even die Mr. Mime mee. Sound effects. Waarom ook niet? Hallo. Nee. Ik moet een beetje denken aan de andere vrouwen van Skyward Sword, weet je wel. Dan zitten ze daar zo in de winkel. Dan zitten ze daar... Ai. Bye. Weet je wel, gewoon hoi en doei. Die zitten ook echt helemaal zo... Ja, jullie zien het nou niet, maar die zitten dus echt helemaal zo... Met een hand zo... Het schiet niet op. Ze zijn helemaal verveeld. En nee, jullie zien het net niet. En als jullie het wel zagen, jammer. Appeltjes Groen, Metang, Huntail, Minum, Seedot, Skiddy, Alolan Rattata, Torchic, Meditite, Reversed Hollow, The Mask Royal, dat is een mond vol. Een Regice. Regice, Registeel, hebben we dat is ook Regirock gehad? En, Het leukste is, het komt ook nog in beeld, echt waar? Ja. René is nog steeds niet. Misschien moet keihard roepen gewoon niks ook. Nee, René rookt niet. Niemand rookt. Niet roken. Roken is slecht. Niet doen. Echt niet doen. Enkel bij. Kijk naar jou. Zei ik dat nou hard op? Nee. Ah, kom op, dat was een inkoppertje. Staalenergie. Trophius. Marshtomp. Solrock. Nee, jij bent Trubbish. Jij bent Trubbish. Van ja, die was hartstikke leuk. Dat was geen Trubbish opmerking, zeker niet. Dat was echt een Carbodor. Maar, Reverse Holo Recycle Storm? Explode. Ik bedoel, ik vond Louter het al erg. Ga gewoon nog even lekker door ondertussen, waarom ook niet. We hebben nog een paar pakjes. Het einde komt in zicht, maar ja, aan de andere kant... We hebben ons uitgerekt, maar hebben we... Wat vinden we nog? Wat gaan we nog vinden? Hoezo gaan we het vinden? Waarom gaan we het vinden? Ik weet het niet, we gaan het gewoon proberen. Vier weer, hoppakee, even schieten eventjes er nou even lekker overheen. Appeltje schoen, dat is mijn stap. Ja, haar stapeltje. Appeltje schoen, Minor, Volbeat, Pelipper, Seedot, Beldum, Lone Rattata,
Voltorb, Trico. Waar een Latias is, is een Latios. Nice. Dus dan hebben we twee prisms en Deoxys. Maar het gaat vooral om die Latios. Ik vind het wel erg leuk. Er zijn meerdere prisms hierin. Maar op dit moment hebben we dus de Latias en de Latios in één boosterbox. En dat is natuurlijk heel erg gaaf. Zo, even gelijk slieven die app. Dit zijn de favorieten die. Nee, dat zijn mijn. Ja, kom maar. Van die twee. Nee, ik hier even weer even terug. Schiet. Zo. Wij gaan gelijk door met het volgende pakje. Ik ben sowieso de Eevee trainer, dus. Ja, dat is waar. Maar gewoon je opponent van Pokémon Confusion maken is even de meest waanzinnige die je kan. Het is eigenlijk bijna een geforceerde switch, omdat niemand durft die gok te nemen eigenlijk. Omdat het doet volgens mij 30 damage als de coinflip in jouw nadeel is. Dus... Spelable, als je tegenstanders Pokémon en Elros is, wil je soms wel de gok nemen? Ja, dan wel, omdat het natuurlijk hoe meer damage counters dat erop zit, hoe sterker dat hij inderdaad wordt, waterenergie. Maar ja, natuurlijk niet vergeten, op het moment dat je dan nog maar... ik noem nog iets 20 HP hebt of zo, slakot. Dan ja, heb je natuurlijk het probleem dat als je dan Tails hebt, dan knock je eigen Pokémon uit. En dan krijg je de andere een Electrike en twee prijskaarten. Dus en een Reverse Holo Mignon. En een Regirock. Oké, we hebben ze alle drie nou ondertussen gehad. Registeel, Regirock en Regice. Zou die andere er ook in zitten eigenlijk? René komt terug. Oh jeetje. Maar ik heb daar gameplay van. Dat zorgt voor een leuke pot. Ja, dat zeker. Dat zeker. En Hyper Rare! Nee, niet geïnteresseerd. Werkt toch steeds niet, jongens. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Nou, ik ga het nog een keer proberen. Ik wil echt serieus. 1, 2, 3, 4. Pak me zo meteen gewoon een megafoon erbij en kijken of het dan wordt. Attentie, attentie, René Kars. Wij hebben een hyper. Psychic Energy, Gorba, Sableye, The Mask Royal, Belfout, Vampy, Clamperl, Skinny, Lotad, Reverse Holo Macargo en een Holo Sand GX. Hoppakee. Nee, een Rainbow Rare. Niet zo Rayquaza. We hebben een Hyper Rare. Hebben we er? Ja. Goed zo. Blaziken. Maar ja, het is Hyper Rare. Ik heb weer 15% het voor elkaar gekregen. Was met je wagen? Weg. Nou, die is weggerend omdat ik geen Hyper Rare de Rayquaza te pakken had gekregen. Nee, maar handjes. Dat is het enige wat ze zien. Ah, René's hand! Maar wie heeft er eigenlijk van Pokémon, wie heeft nou bedacht dat Mr. Mime een GX had moeten laten? Mr. Mime! Geen idee. Nou ja, zijn idee was het om een Jinx miste, maar hij komt aan zo van nee, eigenlijk zouden we een Jinx en een GX moeten maken. Nou, hier heb deze alvast, lijkt erop alsjeblieft zeg. Maar ah, hij is goed dat ik vroeg. Preventable damage done to this. Ja, tot alleen even of alleen even. De, hoe heet dat? Oneven damage kan hem raken. Dat is. Dat is het. Dus. Ja. Zeker weten? Ja? Echt waar? Ja? Oké. Okay. Ja? Mooi. Ja, wat je er ook mee kan doen. Tennissen. Ja. Met een beetje lef kun je met alles tennissen. We gaan gelijk verder met het volgende. Het is gewoon een beetje. Fighting Energy! Last Chance! Potion. Plesia, Torkoal, Shuppet, Mudkip, Beldum, Wilmer, Spinarak, Sneasel. Oké, deze was dus wel. Ik zag hem nog niet eens dat hij holo, of dat hij reverse holo was. Maar we hebben dus een holo rare Steven Resolve. Je maakt iedereen die wil. Ja, hè? Oké. Een Steven Resolve. Dus niet een Stevie, maar een Steven. Ik weet wel, Steven is op zich best wel een creepy gast. Ik bedoel, in... Ja? Ja, ja. In ieder geval, Steven... Ik moet zeggen, ik vind hem een van de moeilijkste... Ja, moeilijkste champions waar je tegen moet vechten. Ik vond hem veel moeilijker dan Lance. En dat wil nogal wat zeggen. Ja, want die was er natuurlijk. Ja.
Maar goed. Staalenergie. Kecleon. TV-reporter. Lifeherb. Wingull. Spoink. Chinchou. Onyx. Bigon. Reverse Hollow Hustle Band. It's a hustle. It's called a hustle. It's just a hustle. It's a hustle. En een grumpik. Grum, 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 grum. Grumble, 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 grumble. We hebben nog 4 pakjes. 4 pakjes van de 36. We hebben echt al een bench. Wij hebben veel pools, jongens. Maar kunnen we er nog eentje uitknijpen? Kunnen we er nog eentje uitknijpen? Het zou heel erg gaaf zijn. Ik leuk dit. Ja, spannend. Ondertussen, hè? Oh. Jij hebt niks gezien. Jij hebt niks gezien. Het gaat mooi. Ja, nee, dat is mooi. Kunnen we op reageren? Nou, ze is stil, jammer. Ombreed. Mouwen. Nee, ga door. Acrobike. Whismur. Oldborp. Slag me. Sorry? Niks! Sneasel! Niks aan mijn handen. Kan ik mijn handen doen? Beide handen, inderdaad. Super scoop up. Reverse hallo. Bij het en weer een exploit. Jouw schuld. Jouw schuld dat er niks in het pakje zit. 3 pakjes nog. Kunnen wij nog een GX eruit krijgen? Kunnen wij nog een prismkaart eruit krijgen? Kunnen wij nog een full art trainer kaart eruit krijgen? Verwacht ik wel. Verwacht ik wel. Nee, maar GX geen fancy trainer kaart. Nee, dat klopt, maar we hebben wel een hyper rare. En volgens mij uit de pool ratio was het dat je of een hyper rare of een full art trainer kaart krijgt. Maar dat weet ik dus ook niet meer zeker. Dus waterenergie, Vigoroth, Fisherman. Ik weet niet, ik vond de oude Fisherman vond ik er leuker uitzien. Pupitar, Larvitar, Slakot, Love Disc, Electrike, Seedot, Reverse Hollow Bacon. Bacon. Waarom ook niet? Mirmanetric. Meh. Schmemilak. Een goedemiddag. Goedemiddag! Dat is een nieuwe video van Trainer Stevie. Eigenlijk zijn we bijna op het einde van de video. We zijn nog net niet op de spannende muziek, maar goedemiddag! Goed, één en laatste pakje. We hebben nog kans. 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 Darkness Energie. Huntail. Growvile. Energy Switch. Mudkip. Bacon. Whismur. Treecko. Gebeurt vaak. Dan is het inderdaad een Treecko. Reverse Hollow Whismur. En een Hollow Rare Groudon. We hebben weer een Holored pak gekregen. Nice. Je kan het wel. Ik kan het wel. Maar het is... Een beetje druk op zaten. Een beetje druk. Ja, die is glimmend. Maar ja. Ja. Laatste pakje van deze boosterbox. We hebben een enorme mooie... We hebben een mooie setup. De editor die gooit er nou spannende muziek bij. Dus... Nee. We hebben speciaal, dankzij Mumee, hebben we speciaal spannende last pakje muziek, zoals dat heet. En die heeft Mumee zelf gemaakt. Dus deze muziek is meer dan heel goed gemaakt door René Koorts. Nou, eigenlijk door Mumee. En die gebruik ik heel erg vaak voor unboxings van René Koorts. Dus ja, heel dat spannende muziekje, heel dat spanning is er nou vanaf. Maar we gaan het toch doen. Full Art Training Card. We can do this. Stroomenergie. Illumise. Plassel. Pokénev, Shuppet, Mudkip, Beldum, Wilmer, Spinarak, Reverse Hollow Scyther. We eindigen met Wailord! Yay! Yes! Yeah! We eindigen gewoon natuurlijk met de spectaculaire Wailord. Serieus, wil je op vakantie naar Londen? Je wil niet met de trein, je wil niet met de bus. Je wil eigenlijk gewoon over je eigen Wailord. Je gaat gewoon de oceaan over. Waarom ook niet? Dat doe je met deze Wailord card. Wailord, echt serieus. Waarom? Maar goed, in ieder geval zoals jullie dus hebben gezien. We hebben een enorme awesome pool te pakken gekregen. Ik bedoel, we hebben enorm veel GX'en te pakken gekregen. Waaronder helaas een Mr. Mime is. Ik zal ze nog heel eventjes zo mooi heel even één voor één dus eventjes erbij laten zien. Natuurlijk onze Latios, die hebben we dus te pakken gekregen. Waar een Latios is, is ook een Latias, want ze zijn allebei te laat. Hartstikke mooi natuurlijk. En we hebben de Palossand GX natuurlijk. De Alolan Raticate, sorry.
Dus dat weten jullie wel. Rat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 
Soulstorm pre-release. Yay! Dan hebben we dus de Full Art Mr. Mime card. Waarom bestaat deze in godsnaam? De Scissor GX card natuurlijk in Full Art. Die is zeker ook heel erg nice. De Shift 3 GX card hebben we natuurlijk dan te pakken. De stakka. Of zoals dat wij hem kennen als René's Creepy Basement. En natuurlijk onze Hyper Rare Blaziken GX. Op zich een hele mooie boosterbox die we dus te pakken hebben gekregen. Maar nou ben ik toch wel nieuwsgierig. Wat is jouw favoriete kaart uit deze set? Uit dus Celestial Storms. Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter voor de geweldige pulls die we dus te pakken hebben gekregen. Nogmaals, René Cards! Enorm bedankt dat we weer deze boosterbox mochten openen. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Doei!